Maar ik ben de golemnisse. De golem heeft een heel geschiedenis van weerstand en van hoop in het verzet met een oorlog, maar ook al van de jaren 200 en zo, is golem een soort metafoor van iets, iemand, een symbool, dat wensen en dromen in het geheim waarmaakt. Dus voor kinderen geeft dat het gevoel van, we vertrouwen het aan de golem, en terwijl dat wij slapen, 's nachts gaat de golem dat waarmaken en dan komt hij terug en in een dag leven wij weer voort. Leuven had een golem en ik vond dat symbolisch zeer sterk. En zei Adriaan, je krijgt ook een golem. Ik was niet heel sterk voor golem hier. Gewoon omwille van de ruimte. Je moet een ruimte hebben waar zo'n gigantisch beeld kan staan. En we hebben dat niet. En ook, ik had zo het gevoel van, wat hebben ons kinderen eigenlijk aan een golem? En dat was zo nog vanuit het zeer concrete materialistisch denken. Van arme kinderen hebben brood nodig, een woning en mogen naar school gaan. Maar arme kinderen hebben ook het recht van te dromen en te wensen en te verlangen en te hopen. En als ik het zag, de realiteit zag met de kinderen, dat ze zeiden, Koen heeft veel te vertellen, maar wij hebben hier ook veel, zitten ze. Was dat bij mij zodanig sterk, die kinderen verlangen eigenlijk om te communiceren, om te vertellen wat dat zij willen met de wereld. En niemand luistert daarna, die hebben geen kans. En dan wordt kunst een communicatiemiddel. Eens dat ik zag wat dat betekent voor de kinderen en hoe langer hoe meer. Je moet maar het woord golem uitspreken en ze zijn hun wensen aan het opschrijven of aan het optekenen of iets aan het maken dat dat vertegenwoordigt. Maar dat is een enorme nood van kinderen. Ik denk voor ieder van ons dat je ergens mocht hopen, mocht dromen. Als dat beeld stond, dat gaf zo'n ooggevoel van prachtig. Het was prachtig, enig. Ik zeg, daar mocht je toch niet laten aankomen. Maar Koen zijn filosofie is, je moet dat uit handen geven. Dat moet mogen leven. Dat is niet van u, dat is niet van mij, dat is niet van... Dat behoort aan het leven zelf en aan de God. Ham hongi kamyaab, ham hongi kamyaab, ham hongi kamyaab. हम होंगे कामयाब एक दिन